Wat heeft de minister van Defensie van Nederland, mevrouw Ollongren, te maken met het investeringsbeleid van pensioenfondsen? Nou, zij heeft een opvatting en die pensioenfondsen hebben hele diepe zakken en die zakken kunnen geleegd worden. En het is haar wens dat pensioenfondsen gaan investeren in de wapenindustrie. Let wel, hè, de wapenindustrie. Waarmee je mensen dood kunt gaan maken. En het geld waarmee dat gebeurt, is het geld van al die mensen die ingelegd hebben in die pensioenfondsen. En dan zijn pensioenfondsen, en dat maakt het zo ingewikkeld, bezig met ethisch investeren de laatste jaren. Want die hebben goed geluisterd naar een paar actiegroepen. Die zeiden, je moet niet meer in de ING investeren, want die financieren boerenbedrijven die weg moeten. En je moet ook niet meer in Shell investeren, want die verdienen geld aan fossiele brandstoffen, wat heel slecht voor de wereld is. Dus al die beleggingen is men aan het afstoten, het totaal aan beleggingen wat minder geld op. Maar goed, dat is een beetje pech hebben voor de mensen die bij een pensioenfonds zitten, maar dat is toch maar plebs, blijkbaar. En ineens is het wel goed om te investeren in dood en verderf. Sterker nog, mevrouw Ollongren vindt dat zij onderdeel, de pensioenfondsen dus, van het probleem zijn als ze dat niet doen. En nou kan je van de defensieindustrie een hele hoop zeggen, maar de makers van kanonnen, raketten enzovoort hebben geen gebrek aan geld, hebben geen gebrek aan investeerders. Maar ja, het kan altijd meer, hè? Want de dood, er is blijkbaar nooit genoeg van.